Want het is wel heel bijzonder om hier vandaag te zijn. En de opening van de 5 mei bevrijdingsfestivals, om die hier in Utrecht te hebben. Het was hier 300 jaar geleden dat de vrede van Utrecht werd gesloten. En in heel belangrijke mate ging dat ook over godsdienstvrijheid. Er waren heel veel mensen die niet in vrijheid konden beslissen welke godsdienst ze wilden aanhangen. En eigenlijk voor ons allemaal hier is het heel normaal om nu zelf te kunnen beslissen naar welke school je gaat, welk geloof je wel of niet hebt. Eigenlijk alle keuzes in het leven, die maken we allemaal en dat vinden we heel erg normaal. Vandaag in Utrecht, 5 mei, betekent vrijheid dan net extra wat meer voor u? Ja, het is heel bijzonder in mijn baan om dan die hele 4 en 5 mei bijeenkomsten te mogen bijwonen. En dan komt het ook echt binnen. Dus vanmorgen was een hele mooie toespraak bij jullie hier in de Domkerk van Ernst Hiers Ballin, oud-minister van Justitie, over vrijheid. Heel persoonlijk, heel mooie, wijze toespraak. En hier met mensen te mogen spreken en net hier in deze tent waar iemand zegt ja, dat hij vanwege zijn seksuele geaardheid gediscrimineerd wordt. Waardoor je realiseert dat we wel eens tegen elkaar zeggen Nederland is compleet vrij. Maar ook hier heb je nog hele domme vooroordelen, discriminatie, moeten we knokken tegen dat soort opvattingen. Ja, ja. Er is afgelopen week op politiek gebied natuurlijk behoorlijk wat gebeurd hier in Utrecht. Met meneer Wolfsen die niet de volgende ambtstermijn aangaat. Heeft u geen zin in een leuk bijbaantje? Nee, ik ga daar. Ik laat wat meer vrijheid? Ik laat die zaak helemaal aan Utrecht. Ga ik geen commentaar op geven vandaag. Dankjewel. Oké, super.